85-22, de eerste deelnemer die 7 voetpoel haalt in de 4,5 doelstand. En die van Eindhende, 26-20, John Deere. Alles ook. Straks ging die kant op, omdat ik tegen die video vanaf wat filmen. Ja. Toen raad ik in de boel rijden. Baan 1 onderweg met Michel de Vries, 62-18 in de eerste omloop. Zet hem nou neer op 64-91. En op deze kant gaan we ons opmaken voor Orion Stortenbal. En een andere vent, standaard trekker ervoor. En zo zijn de mannen vanmorgen uit de brak aan deze kant uitgekomen. Nou, ik denk toch wel een rikkel van een uurtje of anderhalf. Wat zeg je? Uurtje met de trekker? Dat is geen aanwerk. Ik heb nog 3 kwartier over met de auto en trekker doen ze geen oefening. Ja, dat moet ik niet. Het is een vent, hè? Dat gaat best snel natuurlijk. De 4-3 in eigendom van Rijden Jongbloed. Ja, die is voorstel vanavond nog weer gebeuren. Dus die rijdt niet mee. Ziet ze op de bok van de bok. In de eerste omloop 62-46. Klein beetje tegenvallen, want de Rome gaat toch wel regelmatig beheren met de andere huis. Maar ziet ze er vandaag in. Zijn weer op 63-65. Samen met Kees de Wit. Dat
zie ik niet helemaal goed. We zien Kees de helm afdoen. Kunnen we uitleggen. In de sportklas heb je de trainer voorzien van een rol heuvel. Dan ben je niet verplicht om een helm op te doen. Heb je de trekker voorzien van een rol kooi, dan ben je dus verplicht om een helm op te doen. De mannen uit de trekker hebben dus een rol kooi op de trekker. En dat betekent dat zij een helm dragen tijdens hun rug. 25-53 gaan we noteren. We gaan straks wel even horen wat voor problemen dat maken. En op baan 1 zien wij een afstand staan van 33-51 voor de Belarus met start op nummer 18. En op baan 2 gaan wij ons opmaken voor de Duits uit Doezem van Klaas van der Heijden. Deze ronde 1 of 20 in de klas 4 op de rode knap zitten. En op het einde volgt de verzorging af. Zo mooi, heel deze trekker voor de Nederlander in de Duits. De rode knap mooi horizontaal. Als ze pas gaan staan, dan zijn we eigenlijk dat de rode knap heel lang naar beneden gevallen. We gaan zien of het Klaas dit seizoen ook gaat lukken. Althans, vandaag hier op deze standbaan. Om bijvoorbeeld de spoor in balans te mogen krijgen. Groene vlag gesluit, betekent dat we gaan optoeren naar 2700. En zijn we dus onderweg met de Deens van Klaas van der Heijden. En op baan 2 gaan de vlaggen omhoog voor de Bullseye.